In Harlingen werd donderdag de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Karremanstraat. Er kwam een melding binnen dat er zwarte rook uit de dakkapel kwam. De brandweer haastte zich te plaatsen. De brand werd al snel opgeschaald naar middelbrand. Toen de brandweerlieden te plaatsen kwamen, werd de voordeur opengebroken en is men naar binnen gegaan. In de woonkamer woedde een hevige brand die vrij snel onder controle was. Er werden een hoogwerker en een extra brandblusvoertuig ingezet. Brandweerlieden op de hoogwerker voerden een inspectie van bovenaf uit. Salvage is gewaarschuwd zodat er voor de bewoners ergens anders onderdak geregeld wordt. Twee vogels werden bij de buren in veiligheid gebracht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.